hier staat een trots man. Want het is dit jaar een lustrumjaar voor ons departement. We bestaan 150 jaar, dus het 30ste lustrum. Hartelijk dank Gerben voor jouw introductie. En aan alle leden een heel hartelijk welkom. Het is een eer voor mij om deze middag te mogen leiden. Ik ben zelf van huis uit econoom, dus het onderwerp sprak mij enorm aan. Maar ik zal ook eerlijk bekennen, ik had nog nooit gehoord van de circulaire economie. Inmiddels hebben we omhoog. Dan gaan we ook de ademhaling eraan koppelen. Uitademen op het moment dat je hem van je afbreekt. En op de inademing. Ik wil een paar dingen schetsen over... Nou, misschien de context, hoe moeten we eigenlijk naar het energievraagstuk in de wereld kijken? De aarde bij nacht, daar wou ik mee beginnen. Wat deze slide laat zien is waar het licht is. En waar licht schijnt op aarde. En dat is een hele, hele fundamentele, heeft een hele fundamentele betekenis. Charges became very clear in the Netherlands. We may increasingly face the risk of floods under the influence of the changing climate. Ik ga iets vertellen over de manier waarop wij in Nederland deze delta-aanpak inhoud en vorm geven. En dat is een vrij unieke manier die nog nergens in de wereld wordt toegepast en die we aan het ontdekken zijn. Het is dus geen kant-en-klaar product, maar wij proberen ons land, deze delta, zodanig voor te bereiden op de veranderingen dat wij een ramp kunnen voorkomen. Nou, wat is een biobased economy? Een biobased economy is eigenlijk heel simpel. We hebben op dit moment een fossiel gebaseerde economie. Heel veel van onze producten die zijn gebaseerd op fossiele brandstoffen. Daardoor is die economie ook niet circulair. En als je nou die fossiele grondstoffen zou kunnen vervangen door biogebaseerde grondstoffen, dus in principe gewoon plantenmateriaal, dan zou je die economie circulair kunnen maken. Steeds weer zeggen dat ik dat niet weet, maar dat het zonder reden inleed. Alsof het niet heel veel voeten in de aarde niet stoort.